Hoi, mijn naam is Danielle Pasma van Krijgersziel en dit is weer een Wednesday Warrior Walk. Ken je dat? Dat je iemand ontmoet voor het eerst en dat je daar een enorme klik mee hebt, voelt. En dat je ook voelt dat je een beetje dezelfde energie hebt, zeg maar. En wat voor energie? Ik bedoel, ik denk dat sommigen van jullie mij al een beetje kennen en ook mijn energie een beetje kennen. En die kan nogal stuiterend zijn. Niet stuitend, ja kan ook, maar ik bedoel in dit geval even stuiterend. Dat kan een hele intense, heftige energie zijn. En wat er dus gebeurde vanmorgen, had ik een ontzettend leuke ontmoeting met iemand die ik voor het eerst live gezien heb. En waar, ik moet even ergens overheen stappen. Yes! Waar we dus het idee van hadden dat we misschien eens konden kijken of we met gesloten beurzen iets zouden kunnen uitwisselen. Dus voor elkaar iets betekenen. Nou, klikte onwijs, hartstikke leuk, helemaal tof, dat gaan we ook allemaal doen. Maar dat je ook voelt dat je gewoon, dat je energie gewoon ap gaat. En dat je gewoon op een gegeven moment helemaal all over the place bent. Ja, ik denk de introverte mensen van jullie, die kennen dit misschien niet. Of misschien voel je dat dan wel, maar is dat dan heel erg binnenin je? Ik heb van allebei. Ik ben zowel, kan ik introvert zijn, maar ik kan ook heel extrovert zijn. En dat was dus nu het geval. En dan heb je zo'n ontmoeting van een aantal uren. En dan gaat het, alles klopt gewoon. En dan word je gewoon ontzettend gestimuleerd in van alles en nog wat. En wat er dan bij mij gebeurt met mijn creatieve brein, dan gaat het meteen, dan gaat er van alles aan de gang. Dan wordt van alles in werking gezet. Dan gaat van alles bruisen en borrelen en weet ik veel wat allemaal. En dan merk ik dat ik echt razend enthousiast ben. Maar ik merk ook dat mijn energie ontzettend hoog zit. En dan heb ik echt zoiets, down boy. En dan moet ik dus weer zien te aarden. Nou, eten is een goed ding. Dat heb ik dus net gedaan. Is niet helemaal gelukt. Ik ben nog steeds hyperdiep. Dus, wat ga ik dan doen? Dan ga ik dus echt aarden. En dan ga ik mijn schoenen voor uitdoen. Ik ga je eventjes monteren, want dat wil je niet zien. Maar ik kom bij je terug. Eén momentje. En dit dus, dan. Dan moet je dus vervolgens een www maken met je laarzen in je hand. En waar stop je alles? En één momentje. Ja, zijn we weer. Nou, kijk. Laarzen in de hand. Voetjes bloot op de aarde. En nou kan het gebeuren. Nou kan ik weer rustig worden. Ah ja, ik ben hier in het bos. Vogels. Gezoem van beestjes. Het is eigenlijk heel rustig hier. Het is hartstikke zen. En dan voel ik mijn energie zakken. Wat kun jij doen om je energie te laten zakken? Ik vind het leuk om te weten wat jij doet. Misschien kun jij mijn idee een keertje uitproberen. Maar ik wil jouw idee ook wel eens uitproberen. Zakken in je energie als je voelt dat je te hoog zit. Is leuk hoog zitten, maar niet constant. Dus het moet ook weer een beetje dalen. Hoor je hoe laag mijn stem wordt? Dat is allemaal weer veel geaarder, rustiger. Maar ik blijf nog steeds het goede gevoel houden van deze toffe ontmoeting. En het is ook af en toe wel even heel erg lekker om gewoon zo hoog in je energie te zitten en all over the place te zijn. Oké. Nou, ik ga hier nog eventjes op mijn blote poten rondlopen. En ik zie je de volgende week. Oké. Doeg!